In deze tutorial ga ik laten zien hoe je een video kan plaatsen op het template portfolio wat ik heb gemaakt voor de game artist. Ik heb hem hier even bijgepakt. Daar zitten een aantal verschillende tools in. Allereerst afbeeldingen, uiteraard. En daarnaast heb ik ook Sketchfab, YouTube, maar ook MP4-bestanden die je zelf host. Dus ik ga deze alle drie even laten zien hoe je die aan kan passen. Daarvoor heb ik even een leeg bestandje gemaakt waar ik eigenlijk een stukje uit de template heb geknipt. Dus ik heb van elke één voorbeeldje gemaakt. En die ga ik even behandelen. Ik begin even bij degene die de meeste mensen, denk ik, gaan gebruiken. Namelijk de onderste. Dat is een MP4-bestand. Het voordeel hiervan is dat je het MP4-bestand zelf host, In tegenstelling tot YouTube en Sketchfab, waarbij je eigenlijk de website van YouTube of Sketchfab gebruikt om jouw materiaal op te hosten. In dit geval kan je zelf een linkje maken naar het bestand wat op jouw uh, netwerkserver staat. En die kan je laten zien. Uh, het fijne hiervan is, is dat je ook hele korte filmpjes erop kan zetten. Bijvoorbeeld van een character sheet die animeert. Dus een loop uh, van een uh, idle animatie of een tag animatie. Die maar een paar seconden duurt. Je hebt namelijk in de videotag de optie om een aantal instellingen te doen. Je ziet hier twee elementen om het tag heen zitten. Die eigenlijk ervoor zorgen dat mijn element responsive is, dus dat hij scaled, uh, en in het midden staat. Daarin zit de tag, en de videotag is waar de magic gebeurt. Allereerst zit er een source tag in met de bron van het bestand, dus in dit geval staat hij online, maar je kan die link naar een bestand maken op je eigen server. In de videotag kan ik een aantal attributen instellen, en ik heb in dit geval heb ik hem op autoplay staan, dus hij begint automatisch. Ik heb hem op loop staan. En heel belangrijk, ik heb hem op Muted staan. En dat Muted is nodig, want een aantal browsers blokkeert tegenwoordig filmpjes die automatisch starten, omdat het heel storend is. Als je op een website zit, een filmpje begint vanzelf met muziek. Dus als je een filmpje Muted maakt, dan mag je op de meeste browsers nog wel autoplayen. En als je bijvoorbeeld een animatiesheet hebt, is Muted helemaal prima. Um, dus ik heb hier een voorbeeldje van. Ik zal even laten zien. Dat is de onderste in dit geval, dus het filmpje. Hij start dus automatisch. Ik hide in dit geval de player. Dus je ziet geen balkje met hoe de uh, speler, dus waar die is in het filmpje, etc. Je ziet, hij loopt ook automatisch. Mocht ik hier nou dingen willen veranderen, dan raad je het misschien al, dan kan je dingen weghalen of toevoegen. Als ik spatie doe binnen deze tag, dan krijg ik vanzelf nog een aantal andere opties die ik kan doen, waarvan bijvoorbeeld controls er eentje is. En als ik deze aanzet en opsla, mijn pagina even ververs. Dan zie je dat ik nu controls heb. En ziet, hij staat op muted, dus het geluid zit uit. Maar ik kan nu bijvoorbeeld het geluid aanzetten. Ik kan het filmpje op pauze zetten, ik kan terugspoelen. Ik kan terugspoelen. Oh. Oh. Zo, spoel. Ja. Dat werkt. Oké, okay, dus dit is heel makkelijk een MP4 embed in dit geval. Of embed moet ik niet zeggen, een videotag. Mocht je meer informatie willen weten voor de videotag, dus wat voor attributen er allemaal mogelijk zijn, wat voor instellingen je allemaal kan doen, Google even op videotag HTML5. Dan kan je heel veel informatie vinden over de videotag en wat je er allemaal mee kan. Als volgende ga ik naar YouTube toe. Je ziet ook weer, ik heb opnieuw een voorbeeld ingevoegd van een YouTube embed in dit geval. Is het. het is een iframe. Een iframe wil zeggen dat ik het filmpje geembed heb, dus eigenlijk. Dat ik een soort schermpje maak in mijn website. Waardoor ik een andere URL ga bekijken, namelijk dit URL. Nou, het makkelijkste is, als je dit wil gaan aanpassen. Om gewoon de basis te pakken van wat ik aangeleverd heb in de template. En alleen maar de ID van het filmpje te veranderen. En om ons even als voorbeeld te laten zien. Ik heb nu een filmpje van Lord of the Rings. Ik ga even een ander filmpje pakken, namelijk deze. En dan pak ik het ID. wat hierboven in de balk staat. En die kopieer ik even. En die vervang ik. Voor het ID wat ik al had. Dan staan de instellingen verder precies hetzelfde. En als ik nou mijn pagina ververs. dan heb ik een ander filmpje. Nou, wat een beetje vervelend is aan YouTube. waar ik achter ben gekomen tijdens het opnemen van deze les. is dat YouTube uh, autoplay niet meer promote. Zeg maar. Dus je kan autoplay van een YouTube filmpje kan je niet aanzetten omdat uh, ja, de meeste browsers dat niet toestaan, dat een filmpje automatisch gaat spelen. Dus bij YouTube ben je er al snel, kom je er niet onderuit dat mensen op play moeten drukken om het filmpje te bekijken. Dat scheelt ook weer uh, uh, dataverkeer, want als mensen een filmpje starten, pas dan gaat die bufferen en downloaden. Dus op zich is dat ook beter en efficiënter voor je website. Als laatste wil ik even Sketchfab behandelen. Voor Sketchfab zou ik weer hetzelfde doen ook. Dus bij Sketchfab zit er weer een ID van het bestand. Dat zie je ook heel duidelijk. Hè? Je ziet models, slash en dan een hele lange cijfercode. Daarachter embed. Als je naar een ander model gaat op Sketchfab, bijvoorbeeld deze, dan zie je ook dat dit model een ID heeft. En dit model kan je dus kopiëren of het ID van een model. En als je die vervangt met dit ID en de boel ververs. dan heb ik nu in plaats van mijn vleermuisje heb ik de kan, als hij zo heet in ieder geval. Dus op deze manier kan je uh, uh, video's, Sketchfab en YouTube op je website zetten. En kan je ook nog een aantal instellingen doen om het uh, ja, to your liking uh, aan te passen.